Een van mijn favoriete hoekjes in het huis is onze koffiecorner. Vandaar dat het me leuk lijkt om te laten zien wat er nou allemaal staat. Voordat ik ga beginnen, ga ik eerst een kopje koffie maken, want dat is wel zo toepasselijk. En daarna gaan we beginnen met de tour. Coffee Corner staat in de keuken naast de koelkast om precies te zijn. En bovenin hebben we twee planken. En dan hebben we een kastje met onder andere glazen, maar daar komen we zo bij. Laten we eerst beginnen bij de planken. De plankjes zijn van Jisk en bovenin hebben we een aantal mokken. Kleine mokjes voor espresso. Koffiebonen, dit staat er voornamelijk gewoon voor de sier. En suikerklontjes. Ik neem eigenlijk bijna nooit suiker, maar het is meer ter decoratie. Dan heb je hier een aantal lange glazen voor iced lattes of gewoon voor een latte macchiato. Iets kleiner glas. Dan deze kopjes. Deze vind ik heel erg leuk en deze zijn best wel top voor cappuccino. Dan hebben we deze schoteltjes. Die gebruiken we voor theezakjes. Daarachter hebben we ook nog glazen. Dit zijn van die kleine waterglazen. Mocht ik een kopje koffie met water willen serveren. Daarachter hebben we mijn matcha kom. En hier hebben we twee mokken die we recentelijk heel veel gebruiken. Achter de mokken staat een glas met rietjes, zeefjes, een dingetje voor thee en ook wat lepeltjes. Dit is altijd binnen handbereik, dus dat is heel erg fijn. En achter deze mok staat nog mijn matcha whisk. Deze plank is aardig vol, merk ik. Maar ik gebruik bijna alles op dagelijkse basis. Dus dat is gewoon prima. Ik zeg wel dat dit een koffiecorner is, maar dit is eigenlijk onze koffie- en theecorner. We hebben hier ons koffiezetapparaat van het merk Sage. Mijn vriend en ik zijn hier echt dol op. De reden waarom we deze hebben is omdat je allemaal presets eigenlijk hebt van de verschillende koffies. En je kan bijvoorbeeld je eigen koffie voorprogrammeren. Dus dit is hoe ik hem altijd heb. Het ziet er heel professioneel uit, maar eigenlijk is het heel simpel. Hier zitten de bonen. Dit is het stampertje. Hier grind je de koffie mee. Hier maak je de koffie mee. En hier schuim je je melk op. En je hoeft je kannetje niet eens vast te houden. Toen ik net koffie had gemaakt, zet ik hem gewoon neer. En dan doet de machine zijn werk. Dus dat is echt ideaal. Dus hier zijn wij heel erg blij mee. En naast het koffiezetapparaat hebben we een hoekje voor onder andere de waterkoker. Die is ook heel erg fijn, want je kunt hier de verschillende temperaturen zien. Ook ideaal voor als ik mijn matcha maak, want dan weet ik exact hoe warm het is. Want het moet dan niet gaan koken, maar je matcha moet je vaak op 80 graden warm maken. Dus dat is de waterkoker. Hier hebben we twee pompjes. Het lijken net zeepompjes. Het zijn ook zeepompjes. Maar hier zitten siropen in. Hier zit karamel en hier zit vanille in. En ik zie nu dat vanille bijna op is. Dus die moet ik binnenkort gaan aanvullen. En dit is een plateau van de IKEA. Super handig. En daarachter zit een stekkerdoos. En dan de kast waar alles op staat. De kast zelf hebben we van de IKEA. Alleen hebben we zelf andere handvaten gedaan. Zo krijg je toch wel een andere look. En dan gaan we kijken wat de inhoud van de kast is. Ik heb geprobeerd om het zo opgeruimd mogelijk in te richten. Maar eindstand heb je uiteindelijk toch spullen. En ik kan je niet alles heel satisfying opbergen. Maar ik heb mijn best gedaan. Op de bovenste plank hebben we twee plateaus. Twee verschillende, want deze had ik al. Dit is een marmer plateau. Eerst stond deze bovenop. Maar ik merk dat qua ruimte die beter was. Dus hier hebben we een plateau met onder andere chai, matcha, thee, nog meer suiker. Ik heb hier cacao. Hierachter staat ook nog thee, wat snoepjes. Mini siroopjes. Dit is ook altijd handig om mee te nemen mocht je on the go een siroopje nodig hebben. En dan hebben we ook nog honing. En wat ik zo fijn vind aan een plateau is, zoals je kunt zien, dat het
zo draait, kan je makkelijk bij bepaalde dingen. Dan hoef je niet zo achter te graaien. Dan hebben we hier een ander plateau met wat mokken, glazen. Dit is een strooier waar je bijvoorbeeld cacao in kan doen. Dat moet ik eigenlijk nog doen, maar er zit nog niks in. Dan hebben we de volgende plank. Achterin heb ik een paar mandjes met allemaal extra koffiespullen. Zoals hier zo'n schenker. Die gebruik ik niet altijd, maar als ik het nodig heb, ligt het hier. Hier hebben we nog wat opbergpotjes. Wat eigenlijk voor de keuken is, maar ik heb het hier even in opgeborgen. Hierachter hebben we, zoals je misschien kan spotten, zakjes matcha. Gebruik ik niet echt heel veel. En hier hebben we ook nog extra theezakjes. Maar ik heb alles een beetje naar achteren gestopt, omdat ik het niet op dagelijkse basis nodig heb. Hier in het hoekje heb ik twee dienbladen die ik gebruik als ik bijvoorbeeld koffie wil serveren, als er iemand langskomt of als ik er gewoon eventjes zin in heb. Ik doe het niet altijd, maar ik vind het wel leuk om het in huis te hebben. Of mocht ik een keer heel artsy een foto willen maken met mijn koffie, dan gebruik ik dat. Hier hebben we koffiebonen en hier hebben we thee. En dit zijn mijn favoriete theesmaken van dit moment. In het najaar drink ik altijd autumn thee en winter glow en Jasmine is ook een all-time fave. Hier heb ik nog een extra melkopschuimer. Deze hadden we eerder, voordat we koffiezetapparaat hadden. Dus ja, mocht ik op een andere manier mijn melk willen opschuimen of op een koude stand mijn melk willen opschuimen, dan kan het hiermee. En dan hebben we de onderste plank. Het is wel een klein beetje een rommeltje, maar aan de andere kant is het wel georganiseerd. Aan de linkerkant zie je allemaal drinkflessen, to-go mokken en in het midden hebben we extra mokken staan zoals kerstmokken, andere dingen. Ja, ik heb hier niet echt specifiek een plek voor, dus dat staat daar. En in de andere hoek hebben we onder andere heel veel drank. Wij zijn niet heel erg van alcohol, maar we hebben wat wijn, wat sterke drank. Iets wat er totaal niet bij hoort is hoestdrank, maar hey, dat staat daar. Ja, we hebben niet per se een drankenkast, omdat wij niet zoveel alcohol consumeren. Dus het staat in deze kast. En nog iets leuks, namelijk dit koffieboek. Dit heeft mijn vriend voor zijn verjaardag van werk gekregen. Alleen ik heb geen idee of dit hier ergens past. Want ja, ik vind het een beetje random om daar tussen een boek te zetten. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja. Maar het is wel een heel handig boek. Het is wel heel erg leerzaam. Want er staan ook verschillende recepten in. Zo leuk. Dus hier hou ik me binnenkort wel mee bezig. Dat was dan de tour van onze koffiecorner. Het is niet heel spectaculair, maar wel heel efficiënt. En zoals je merkt, heb ik een aardige collectie aan koppen, mokken, noem het maar op. Ik vind het hartstikke leuk om verschillende glazen in huis te hebben, zodat ik even kan afwisselen. Soms heb ik zin in dit glas, soms heb ik zin in een mok. En ligt er ook aan wat voor drankje ik maak. Dus ja, zo ziet onze koffiecorner er op dit moment uit. En we maken er dus dagelijks gebruik van, wat heel erg fijn is. Ja, mocht je specifieke vragen hebben waar een bepaald product van is, laat dan vooral hieronder een reactie achter. En dan zal ik antwoord geven. En voor nu ook je bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ik ga lekker genieten van mijn koffie. Doei doei.